Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en welkom bij deze nieuwe episode van Let's Play Train Simulator 2014, met Bliefjes natuurlijk. En vandaag rijden we van Keulen naar Düsseldorf in een BR-103 T-editie Rheingold, om wel te verstaan. En ik heb dit scenario volgens mij al voor de vierde of vijfde keer gestart. Eerst kreeg ik de trein niet aan het rijden, toen ging ik door rood heen. En toen ging de trein weer niet rijden. En toen weer niet. En het komt erop neer dat ik alles maar heel snel achter elkaar moet doen. Waarvoor ik dus geen echte tijd kan nemen om alles uit te leggen. Dus dit is een tutorial van hoe kan ik mijn BR-103 zo snel mogelijk aan de praat krijgen. Dus dat gaan we nu doen. We gaan namelijk naar de cab. We laten de passagiers instijgen. Ik druk eens een stomme melding weg. Ik ga naar de handrem heen, want die haal ik er namelijk vanaf. Druk op Ctrl-B, want dan zet ik de batterij aan. Zet ik de schakelaar daarheen. Ga ik de rem iets lichter zetten op 4.7. Vervolgens zet ik de luchtpressen aan. Vervolgens wil ik de pantograaf omhoog doen, maar dat mag niet, omdat er nog geen genoeg lucht in zit. Dus doe ik alvast Ctrl-8 om de PZB aan te zetten. Vervolgens ga ik mee focussen of de pantograaf nu omhoog kan worden gegeven, zodat dat ding omhoog kan. Mag nog steeds niet, dus we moeten nog heel eventjes wachten. Totdat hij natuurlijk wel omhoog. Dan moeten we de deuren dicht doen. Dan doen we met Ctrl-T. Ga ik kijken ondertussen of de pantograaf omhoog gaat. Mag nog steeds niet. Dus we wachten tot de deuren dicht zijn. En hopelijk wil hij nou doen. Wil hij doen? Pantograaf. Nee, nog niet. En nu? Oh ja, wacht even. Ctrl-P kies ik de pantograaf. Nou doe ik dat ding omhoog. Wacht ik even tot er een seintje komt. Doe ik alvast deze leuke lichtjes aan hier. Tak, en dan de hoofdschakelaar. Oké. Volgens richting wijzen naar voren in. Remmen er helemaal vanaf. Zo. En even kijken. En we gaan er vandoor. Dat was dus een tutorial van hoe zet ik mijn trein start klaar in een minuut. Bij deze. Zo doe je dat. En dan kunnen we nu eindelijk ons focussen om door te rijden naar Düsseldorf. Druk even op PZB bevestig. Zo. Anders krijgen we dat weer. We mogen hier voorlopig nog maar 30 kilometer. Ei! Waarom mag je sneller dan mij? Wat? Piep wat? Nou ja, geen idee. Anyway, het volgende scène dat zal zeer waarschijnlijk... je kunt hier toch wel zitten. Nou, dat schiet ook wel. Kan ik hopelijk zien wat het volgende scène is. Door even in de verte te turen. Als het goed is, is het volgende scène rood. Jawel, die is hartstikke rood. En dus, even remmen. Wacht nog maar even met het blazen van die van dat ding van jou. Mogen we doorrijden? Nee, mag niet. Oké, klink. Ja, we moeten even wachten. Ik denk dat we moeten wachten op de trein. Oh, ja, vier verschillende standjes. Dat vind ik leuk. Moeten we even wachten totdat die trein aan ons voorbij is gegaan. Vermoedelijk. Dus daar wacht ik nu eventjes netjes op. Ik ben heel erg geduldig. Ik hoef absoluut niet met toeters te bevestigen dat het ding sneller moet gaan. Of misschien wel. Dus, tap mag niet. Duurt lang. Dus wanneer mogen wij nu? Het sein is nog steeds rood. Ik vermoed dat zometeen iets aan de rechterkant voorbij komt rijden. Bingo. Ja hoor, dat is maar een stoptrein. Die is veel belangrijker dan deze waardevolle Intercity. Ben ik het volledig niet mee eens, maar goed. Schiet eens op, want het duurt lang. Oh, ik heb zoveel verschillende standjes.
Huh. Oh, ja, ja. Dus zo zit dat. Oké, nou, dan weet ik dat ook weer. Yay, 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 yay. Oh, dat ziet er best wel raar uit. Mag ik nou nog niet? Dit duurt best wel lang zo. Oh nee, wacht. Er mag eerst nog een trein aan ons voorbij. Oh ja. En we wachten. En we wachten. En dat vind ik niet leuk. Ah! Hé. Hey. Zo. Niet nu. Kom op. Goed zo. Ik was wel bang dat we niet weg konden rijden. Zo. Kunnen we nu rustig verder rijden ook? Ja, we zitten nog wel op het goede spoor. Dat we nog steeds onder bewaking staan van die seintjes. Als het goed is, ja, ik kan hem nu vrijgeven. En dat mag ik omdat het signaal aangeeft dat het volgende signaal op groen staat. Die twee groene tekentjes wel te verstaan. Het is ook wel leuk om te zitten eigenlijk, maar ik kan volgens mij niet helemaal, nee, ik kan of zo of zo zitten, maar niet ertussenin. Maar een klein beetje de snelheid opvoeren dan. Geen bevestiging te geven voor die 80, omdat ik nog volgens mij niet boven de 100 uitkom. Zal ik zo meteen netjes afremmen naar 80 natuurlijk.
86. Aangezien we deze leuke, toch niet al te vreemde route nemen. Een snelheidsmindering naar 60 aanwezig is. PZB? Niet? Oké, geen PZB. Dat scheelt dan weer een hele hoop als je geen PZB in hoeft te drukken. Nou ja, het scheelt geen hele hoop, maar ik bedoel, ja, daar sta je tenminste niet onder toezicht van die PZB. En daar zien we het volgende signaal dat geel is. Dus dat betekent dat we bij dat signaal moeten afremmen naar 60. Nou ja, niet dat dat per se betekent, maar we moeten wel, als we dat signaal voorbij zijn, moeten we afgeremd zijn naar 60. Zo. Het is hartstikke logisch, ik sta altijd binnen in het gangpad. Maar dit is gewoon zo ontzettend realistisch, dat vind ik gewoon, ja. Dat is gewoon hartstikke leuk. Dat het allemaal zo realistisch klinkt. Voor mij klinkt het in ieder geval allemaal hartstikke realistisch. Zo ga ik de snelheid afvoeren. In het begin hoef ik de transformeerder, je hebt zo'n transformeerder in zo'n trein zitten, waarmee je dus sneller op een bepaalde snelheid kunt komen. Maar in dit geval is het niet nodig om die transformeerder aan te zetten, omdat we snelheden bereiken van 160. En bijvoorbeeld als je mee iets van 200 wil gaan rijden, kan het dan wel handig zijn om die aan te zetten, om zo die snelheid te kunnen bereiken. Maar voor stukken dat je 160 gaat rijden,
is het niet nodig om die transformeerder aan te zetten. Ja, dit is ook zo'n vreemde snelheidsbug waar ik ook niet van snap. Dat je in één keer op 120 komt te staan. Staat nergens aangegeven, dus nou ja. Ik rijd altijd maar gewoon omdoor. En dit is eigenlijk wat ik meer bedoel met de geluiden, dat ze zo ontzettend realistisch zijn in deze wagons. Je denkt gewoon bijna dat je gewoon naar het weiland zit te kijken, in Duitsland. Lekker rustig, de trein. Ja, dat hoor je dan natuurlijk niet. Een collega, die langzamer reed dan mij. Ik. Dit is niet bepaald een tocht waar je denkt van, oh, ik knal hier bij 160 doorheen en dat is lekker comfortabel, schudden. Je wordt helemaal door elkaar geshaked. Ja, ik ga te snel, maar ik heb geen zin om voor die paar heuveltjes die je toch weer opgaat, waarbij je toch weer snelheid verliest, om dan elke keer weer dat ding terug te schakelen. Dan ben je toch alleen maar voor meer van kwijt. Komt uiteindelijk op neer, we rijden weer goed. Nee, niet helemaal. Zo, dan rijden we weer goed.
via dit, go via dat en go via right en dan ben je uiteindelijk weer daar. Nou, duidelijk. Jezus, ik denk dat ze aan het trillen, joh. Lekker wel een springkussen in deze trein. Doing, doing, doing. Shaky, shaky, shaky. Doing, doing, doing. Maximaal 200 km per uur, wat ik dus hier zou zien. Dit dingetje. Nee, we gaan zo meteen de station voorbij. Dat gaan we natuurlijk met vol gas houden langs heen. Die hele trein die shake al heen en weer. Daar staat volgens mij een goederentrein op mee te wachten tot ik een keertje langs heen ben. Kijk, we hebben hier nog een digitaal klokje die ook echt heel precies klopt. Even kijken. Remcilinder, hoofdleiding en oh ja, hoofdlucht. Of, in ieder geval met iets met een luchtbehouder en zo. Dat is belangrijk dat die in ieder geval op 10 staat. Want als die niet op 10 staat, moet je de compressor aanzetten. En als je dat niet doet, dan kun je de pantograaf niet omhoog geven. Dus ja, allerlei dingetjes waar je rekening mee moet houden dus. Zo haast bijna kunnen zeggen dat ik het erin in de AFB heb staan. Hè? Ik bedoel, ik heb hem in de 8e versnelling staan, of nou ja, als je het zo wil noemen. En hij blijft gewoon lekker 160 rijden. Hè? En die realistische geluiden die eraan vastgebonden zitten. Ik bedoel, als je dit gewoon erop zou zetten en dan even zonder beeld en je zou toch gewoon helemaal bij dat geluid in elkaar sukkelen. Gewoon omdat het ja, zo relaxed is. Tenminste, ja, zo denk ik dan weer. Misschien ben ik ook gewoon gek. Nou, dan springen we weer lekker op en neer. Doing, 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 doing. Is het achterin ook zo erg? Dat valt nog mee. Achterin valt nog redelijk meer met het gestuiten van de trein. Oh, we krijgen zo meteen dat
irritante bordje weer. Zo, het luik is alvast uitratelen. En daar weer een bordje van 80. Moet ik PZB bevestigd doen? Nou, mag wel harder af hebben. Volgende signaal volgens mij rood is. Als ik het zo zie. Ja, dat klopt. Aangezien dit voorsignaal ook nog steeds dubbel geel aangeeft, zullen we maar even afremmen. PZB bevestigd. Oké, geeft hem voor niet. Nog een keer dubbel geel en dan hebben we daar het rode signaal. Blijven remmen. Hij vindt PZB bevestigd nog niet nodig, denk ik. Zo. En dan zullen we denk ik hier moeten wachten. Ja, want dat is geweigerd. Dus we moeten eventjes hier wachten tot we bij het station binnen mogen rijden. Nou, ik ben in ieder geval netjes en mooi op tijd gestopt. Eens even kijken, waar moeten wij op wachten? Centrale speler, ik ben hier. Daar is het sein. Even kijken, we moeten hier naartoe. Ergens. Even kijken, hier zo. Ik zie het probleem nog niet helemaal. Volg de route. Hier stopt hij. Dus hier is iets ergens. Ik weet niet wat het is, maar er is iets waarvoor we stil moeten staan. Er gaat daar wel een trein aan ons voorbij, dus ik weet alleen niet waarom die voorrang heeft. Misschien heeft hij een ander tijdschema. We kunnen die trein natuurlijk wel volgen. Maar, oh, kijk! Die rijdt over ons spoor heen, zodoende. Dus als die zo meteen over ons spoor is heen gegaan. Hé, kijk eens. Kun je zien wat die trein doet? Die rijdt gewoon door rood. Dat kan helemaal niet. Dat is onmogelijk. Dat kan toch niet? Nou ja. Misschien moeten we dat maar negeren en gewoon netjes wachten tot het sein op geel gaat. Tappie. Nee, ja, oh kijk, we mogen al. Ik was zo weer zo ongeduldig. Zo, rem eraf. Zo. Bevestig PZB. Mogen momenteel niet meer boven de 40 km of 45 km per uur uitkomen, omdat we nu in bewaking staan. Dan gaan de luchtmotoren weer aan.
dan zijn we alweer gearriveerd bij het eindstation. Dus ik wil jullie zoals altijd natuurlijk weer hartelijk bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze episode leuk vonden. Vond je hem leuk? Ja, dan weet je het al, hè? Geef je een duimpje omhoog. Heb je wat commentaar of wil je mij iets vragen? Heb je een tip misschien? Kun je natuurlijk altijd een commentaar achterlaten. En je zou me natuurlijk altijd helpen door even te abonneren op mijn kanaal natuurlijk. Ik zal even wachten tot de trein tot stilstand komt natuurlijk. Het leek me dat je de trein achteruit rijdt hier naast ons. Of rijdt hij ook achteruit? Niks van aantrekken. En dan zet ik daarmee de trein tot stilstand. En dan hoop ik dat ik jullie allemaal terugzie in mijn volgende episode. Ik zou zeggen, een fijne avond, of middag, of ochtend misschien iedereen. En tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.